Dag review vrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het helemaal bellissimo. Wat zou er toch onder het doosje zitten? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we snel kijken. IJskoude cappuccino, oftewel ice coffee cappuccino. Hou niet zo van. Ik ben een koffiedrinker. Dus daar ga ik me helemaal niet voor. Dus morgen als ik wakker word, moet ik eerst een kop koffie hebben. Misschien wel drie. Om een beetje op gang te komen. Uit mijn woorden te komen. Een beetje gezellig te doen. Een beetje wakker te zijn. In ieder geval zonder koffie, ellende. Maar ik ben een zwart drinker. Naast ook wat zwart kijken, drink ik zwart. Oftewel gewoon zware espresso. Sterker dan sterk. Als je een slok neemt, trek zo'n scheur in mijn bril. En dan denk je... Wat ik dus niet lekker vind, is melk in mijn koffie. Daar word ik een beetje misselijk van. Laat staan dat ik koude koffie met melk lekker vind. En wat krijg ik? 3 keer ice cappuccino. Eentje van de Albert Heijn. Dat zal de goedkoopste wel zijn. Dat rijmt ook. Eentje van Douwe Egberts. Daar weet ik niet zo wat te rijmen. Die zal wel iets duurder zijn dan Albert Heijn. En het duurste is natuurlijk de cappuccino van Starbucks. Want alles bij de Starbucks is duur. Nu snap ik waarom die van de Starbucks iets duurder is, want die heeft een rietje. En deze hebben allebei geen rietje. Maar misschien kun je het wel gewoon zo drinken. Ik ga even op volgorde van kosten drinken. De goedkoopste Albert Heijn. Plastic bakje eraf. Oh joh. Hier, dat is gewoon hartstikke vloeibaar. Het is gewoon echt net koffie. Cappuccino is dan met geklopte melk. Waarom is dat dan een cappuccino? Dat is dan toch gewoon koffie verkeerd? Of koffie latte? IJskoud. Komt uit de koelkast. Ja, dit smaakt gewoon eigenlijk meer naar suiker. 75% is halfvolle melk. Dan is het 20% Arabica koffie. En voor de rest is het suiker. Het is ook gewoon mierzoete koffie. Heel erg melk. De koffie is eigenlijk niet te vinden. Zo dronk mijn oma vroeger koffie alleen al warm. Gewoon zo'n bakkie pleur met veel te veel melk erin. Ja, dan gaan we naar de cappuccino van Douwe Egberts. Dat moet dan toch wel iets lekkerder zijn. Oh, ik moet eerst shaken, staat erop. Shake it. Oh, moest ik hier ook shaken? Nee, dat staat er niet bij. Dit is ook 75% melk. Dit is ook 20% Arabica koffie. En voor de rest suiker. Het is gewoon precies hetzelfde. Wat zit hier erin? Die van de Starbucks zit ook... 75% melk en 20% koffie. Oh, hier hebben ze nog cacaopoeder bij gepleurd. Ah, oh, hier ook. Nou, Douwe Egberts. Cappuccino uit de koelkastie. Oh, wat ziet dat er ontzettend lekker uit. Nou, is net zoals die. Deze. Deze smaakt wel ietsje anders. Ik weet niet waarom. De ingrediënten zijn exact hetzelfde. Alleen deze smaakt wel iets. Even iets meer naar koffie. Dit is een beker melk. Dit is een beker melk met meer koffiesmaak. Ik word er een beetje melig van. Het is een beetje misselijkmakend melig. Als liefst slaat het product natuurlijk helemaal nergens op. Het is gewoon een beker koude melk voor heel veel geld. Met een kleurtje. En dan 2 scheppen suiker. Lekker hip. Word er wel misselijk van. De dure, de Starbucks. Even schudden. Hier loop je dan mee van paal. Hier ook. En dit is dan opeens cool. Omdat het van Starbucks is. Een stuk duurder. Nou, ik zal je vertellen. Ziet er precies hetzelfde uit. Net als die andere. Lijkt net chocomel. En hier krijg je dan een rietje mee. Ontzettend bedankt, Starbucks. En dat is... Och. Een kartonnen rietje. Dat moet dan van de EU. Hè? Mogen geen plastic rietjes meer. Dat zou kunnen. En ik ben groot voorstander van verbeteringen. Alleen dit is een verslechtering. Want 2 slokken en je proeft alleen nog maar karton en lijm. Waarmee het in elkaar gezet is.
Deze is een stuk duurder dan de rest. Deze van Starbucks. Maar deze smaakt naar koffie. Er zit cacao in, maar er zit overal wel in. Deze geeft gewoon een extra smaak. Deze is ook echt wel een stukje lekkerder dan de rest. Hier vind je ergens wel een koffiesensatie. Maar wat blijft het? Een beker koude melk met een beetje smaak. Ik ben echt misselijk. Gadverdamme. Zo'n plens koude melk met suiker, lichte koffiesmaak en een cacao toefje erop. Dat je dit drinkt voor je plezier, verschrikkelijk. Vaak is het natuurlijk leuk dat de goedkoopste het lekkerste is en het duurste het vieste. Meestal smaakt het gewoon allemaal hetzelfde. Dat geldt voor deze twee sowieso. Deze van de Appie de Gappie is gewoon niet lekker. Het is gewoon een beetje koude melk. Er zit gewoon weinig smaak aan. Deze krijgt gewoon ook een 4. Natuurlijk worden de cijfers niet zo heel erg hoog, omdat ik het product niet zo heel prettig vind. En ik ook al misselijk ben. Hè? Maar goed. Deze van Douwe Egberts. Een stukje duurder dan die. Net even meer smaak. Deze krijgt een 5. De duurste van het zootje, de Starbucks, is wel de lekkerste. Die krijgt van mij een 6. Omdat het gewoon, ja, heeft ook iets weg van koude koffie. Een 6 hartstikke leuk. Maar dat betekent nog steeds niet dat je het hoeft te kopen. Want na 3 slokken ben je misselijk. Eigenlijk is het een belediging voor de koffie en voor de koffiedrinker. Dat ze dit dus echt ook ijskoffie noemen. Want dat is het niet. Eigenlijk is het gewoon niks meer dan mislukte chocolademelk. Voor mensen die stoer willen doen. Dit is echt een beetje get for daddy. In ieder geval niks voor mij. Maar als je dan toch zo nodig iets moet kopen, koop dat niet voor Starbucks. Dan is het tenminste een beetje waar voor je geld. Echt.